Ik ben blij met dit punt. Het was geen mooie wedstrijd, maar we hebben geknokt. En vandaar dat ik met een punt hier tevreden ben. Was dat het maximaal haalbaar? Ik denk vandaag wel. We hebben niet echt veel kansen gecreëerd. En het Heerenveen een paar gevaarlijke momenten had. Maar we zijn dan goed teruggekomen na penalty of warm moment. En, Ja, dat penalty moment in de eerste helft van Heerenveen. Hoe heb jij dat beoordeeld? Natuurlijk, ik sta iets verder weg. Maar ik zag dat zelf zo ver weg kan ik zien dat De Jong een duw in zijn rug krijgt. Ja, en dan komt er weer zo'n warm moment. Dan kijk je weer naar boven, zie je een warm moment op dat bord. En dan denk je, er komt weer wat. En scheidschap hem. Ja, dan kort voor rust. Dus daar moet je dan wel even mee omgaan. Ja, zeker weten. Het begint gewoon heel irritant te worden. Iedere keer die warm momenten. En wij als speler kunnen er niks aan doen. In de tweede helft wordt Mike de Wierik dan vastgehouden. Dan krijgen jullie geen penalty. Heb je dat kunnen beoordelen? Ik heb het zelf nog niet teruggezien, maar ik ken Mike de Wierik. En als er echt iets aan de hand is, dan laat hij het ook zien. En ik denk dat daar echt, wel iets aan de hand was. Maar dan krijgen we geen penalty, dus zeg het maar. Even later krijg je hem wel door een handsbal. En dan mag jij weer achter de bal staan. Nou, die ging hier weer goed in. Ja, gelukkig wel, ja. Ja, want daarmee pak je wel dat punt. Ja, inderdaad. Het was ook een terechte penalty. Ik geloof dat zijn arm boven zijn schouder was. Maar... Dan schiet ik hem goed in en neem een punt mee. Ja, je begon de wedstrijd samen voorin met Kai Sierhuis. Hoe ging dat? Ja, we zijn nog niet heel erg veel in scène gezet, om het zo te zeggen. Maar ik denk als de bal dan eenmaal voorkwam, dat we elkaar makkelijk konden vinden. En ik denk in de toekomst kan het alleen maar beter worden wanneer we meer met elkaar samenspelen.